Nee, het weer is, is niet het best. We hebben gebruikt een flamethrower om de grond droog te maken. En het werkt tot nu wel. Ondanks het slechte weer lukte het de Franse kunstenaar Philemon Bavarel vorige week om een bijzondere tekening te maken op de Korenbrug in Leiden. Het is een illusie, dus je moet vanaf een punt de schilderij kijken en dan het lijkt een beetje als 3D. Bavarel maakte zijn kunstwerk in opdracht van het Rijksmuseum van Oudheden. Straks zie je, het geeft een illusie van een Romeinse opgraving. Dus je kijkt als het ware door de grond naar de bodem waar dan die Romeinse opgraving zichtbaar is. Ter promotie van de heropening van onze tentoonstelling over keizer Domitianus. De tentoonstelling is nu in het museum te zien. En op het moment dat die geopend werd, was die 2 dagen open. Toen moesten we helaas weer sluiten vanwege de lockdown. Het museum lanceert ook een Instagram-filter waarmee voorbijgangers zichzelf als Romeins standbeeld op de foto kunnen zetten. Gebaseerd op een van de bustes van Domitianus in onze tentoonstelling. Maak je als het ware van jezelf een buste die je overal in de ruimte kan plaatsen. Dus ook bijvoorbeeld hier op de sokkel, op de Korenbrug, maar ook in de tentoonstelling of gewoon thuis bij jou op het bureau. Ik heb tot ongeveer 6:30 en ik hoop dat ik kan alles afmaken voor die tijd. Ja. Het was een dagje later, maar het resultaat mag er zijn. De tekening blijft enkele weken zichtbaar op de brug.